De allereerste bewegende beelden van Brussel die zijn hier gemaakt. Dit beeld is gefilmd in 1897. Je ziet hier dus het centrum van Brussel tijdens de Belle Époque. Het clipje duurt maar een minuut en het moest een bewegend aanzichtkaartje voorstellen. En dit is niet de enige plek waar het toen gefilmd is geweest. De maker van die beelden is de Franse Alexandre Promiot en die werkte voor de broers Lumière. Je kan Auguste en Louis Lumière de grondleggers van de film noemen, want ze waren de uitvinders van de cinematograaf. En daarmee kon je niet alleen bewegende beelden maken, je kon ze met dat toestel ook projecteren. Een baanbrekend ding, dus wilden de broers dat heel Europa het ontdekte. En ze sturen hun werknemers op pad om beelden te gaan maken in verschillende steden en die er daarna te vertonen. Alexandre Promiot was eigenlijk op weg naar Zweden om er de wereldtentoonstelling te gaan filmen. Maar onderweg hield hij dus halt in Brussel en hij dacht, ik kan hier even goed wat beelden maken. Benieuwd of hij toen wist of hij met zijn Sangvue sur Bruxelles geschiedenis schreef. Dit soort beelden werden een gigantisch succes en daarom organiseerden ze ook rond die tijd de allereerste filmvoorstellingen met de cinematograaf. En de allereerste in ons land was hier in Brussel in de Koningsgalerij nummertje 7. De allereerste bewegende beelden van Brussel die zijn dus gefilmd in 1897 door Alexandre Promiot, die eigenlijk en passant in Brussel was. Maar voor ons zijn die eerste beelden heel bijzonder geworden. Ladies and gentlemen, these are the best days of my life. What a celebratory time.